Hallo, mijn naam is Arjan Wiedema en ik ben adviseur gevaarlijke stoffen in Groningen. Ik laat jullie wat zien over Carbit. Dit is Carbit. Het is een steenachtig materiaal. Van zichzelf onbrandbaar. En het ruikt een beetje naar vuurstenen, een knoflookachtige geur. Het bijzondere van dit materiaal is dat er een gas in opgesloten zit. Op het moment dat we er water bij doen, krijgen we een chemische reactie en er ontstaan dan gasbellen. En die gasbellen, dat is acetyleen. En acetyleen is een heel brandbaar gas en daarom heel geschikt voor bijvoorbeeld karbidschieten. Nou, dat vormen van het gas, dat laat ik even zien. Het bijzondere aan acetyleen is dat het bijzonder brandbaar is. Het heeft zogenaamd hele ruime explosiegrenzen en daarom doet hij het eigenlijk bijna altijd. Carbit is van zichzelf niet brandbaar, dat laat ik ook even zien. Hij brandt nu dus niet. Op het moment dat er water bij komt, dan geeft hij die chemische reactie. En dat is gelijk brandbaar. Op het moment dat hij droog is, is hij ook gelijk weer uitgebrand. De knal komt dus als het gas verzameld is in de bus en onder de goede verhouding. En dat is al heel snel. Je hebt maar een heel klein beetje acetyleengas nodig om een goede knal te veroorzaken. Now we're